De regering neemt de uitbraak van het rotavirus serieus. Het virus dat gepaard gaat met diarree en braken komt voornamelijk voor bij jonge kinderen. Minister Albert Ramdien gaf gisteren in de Nationale Assemblée namens de regering aan dat de gemeenschap vanuit diverse kanalen in verschillende talen wordt geïnformeerd over dit virus. Het ministerie van Volksgezondheid is nu continu aan het monitoren, opdat er geen gebrek is aan medicatie om het rotavirus tegen te gaan. 6000 liter aan infuusmateriaal is voorhanden. Dus in termen van de zorg, vanuit een medisch oogpunt, is ons geïnformeerd dat die zorg er is. Er is een capaciteitsissue met betrekking tot personeel. En daar wordt ook aan gewerkt door het mobiliseren van ander personeel van ziekenhuizen naar de verschillende instanties en locaties waar zorg wordt geboden. Er wordt ook gewerkt met internationale organisaties, met PAHO. En het zou goed zijn die presentatie voor uw commissie Volksgezondheid te houden, omdat wij een presentatie hebben gehad in regeringsverband gisteren, waarbij per resort is aangegeven hoeveel kinderen ziek zijn geworden. En het is niet zo, dat is ook informatie die ik wil delen, dat het gelokaliseerd zou zijn in bepaalde buurten alleen. Het is nationaal en derhalve moet ook dus een nationale aandacht zijn voor de behandeling. De bewindsman haalt aan dat de spoedpolyklinieken die in de planning op 1 september zouden worden geopend, nu al open zijn vanwege de dringende noodzaak. Zo zijn RGD Latour en Limmensgraag van 7 uur 's avonds tot middernacht open voor de opvang van kinderen met dit virus. Verder zijn ook andere ziekenhuizen betrokken bij het opvangen van deze patiënten en is er volgens de minister genoeg opnamecapaciteit. Het ligt in de bedoeling dat met deze maatregelen de druk op de spoedeisende hulp wordt teruggebracht. De opnamecapaciteit, dat is ook genoemd, er is geen tekort aan bedden op dit moment, laten we dat nadrukkelijk stellen. Uiteraard wordt een groot deel van de beddencapaciteit gebruikt, maar het Slans Hospitaal heeft bevestigd dat zij kinderbedden beschikbaar hebben. Diakonesse ziekenhuis heeft dat aangegeven, als ook het Wanica ziekenhuis. Daarnaast is ook gekeken naar de mogelijkheid indien die bedden bezet zouden raken door omstandigheden die wij niet willen. Dan is het ook nog gekeken hoe wij volwassen bedden kunnen gebruiken voor de zorg. Dus in termen van opnamecapaciteit is niet de beddencapaciteit een probleem. Het is meer het personeel dat tekort is. En daar wordt ook aan gewerkt, het mobiliseren van personeel. Ook van COFAP is aangegeven dat zij een aantal personen hebben opgeleid. Nu is het zo dat duidelijk is om welke virus het gaat, dan gaat het voornamelijk om preventie en vandaar die voorlichting die nadrukkelijk op gang is gekomen. Hygiëne is belangrijk en dat zal gewoon in verhevigde vorm doorgaan. Minister Ramdien sprak gisteren in het parlement. Tijdens de assembleevergadering vandaag is de minister van Volksgezondheid ingegaan op de huidige stand van zaken met betrekking tot dit virus. In onze nieuwsuitzending van morgen komen wij daarop terug.